Kabinetchef van Defensie en de kabinetchef van Binnenlandse Zaken. Wat mij toch wel verbaast is dat jullie blijkbaar voor deze zitting niet even samenkwamen om een gezamenlijke positie in te nemen. Ja, misschien heeft dit eerder te maken met de nieuwe regering en de nieuwe mensen, maar van meneer Jamil Arahout heb ik toch begrepen dat u zegt dat het belangrijk is dat na zoveel jaar Defensie een punt kan zetten achter deze operatie. En van meneer Sterks van Binnenlandse Zaken hoor ik dat de druk op de diensten, de politiediensten, nu hoog is. Hè, met absenteesme, met ziekte, met het naleven van de COVID-maatregelen. En dat men daar toch wel verwacht dat de militairen blijven inspringen, zeker voor wat betreft die CITES op niveau 3. En vandaar mijn vraag, wat is nu het standpunt van de regering? Of is het zo dat elk kabinet en elk departement een andere visie heeft?